Iedereen heeft wel te maken met falen. Het gevoel dat je faalt. Maar wat is nou eigenlijk dat gevoel? Betekent het dat je faalt? Of is het gewoon een idee? Is falen een idee? En dat idee herhaalt zich steeds. Namelijk het idee dat je iets fout doet. Het idee dat je tekort schiet. Of het idee dat er iets mis met je is. En falen is eigenlijk een overkoepelend idee over allerlei beelden die je over jezelf hebt. Of over handelingen die je doet. Hoe je die doet. Dat is eigenlijk wat het idee van falen is. Maar als je even uitzoomt uit jouw situatie en kijkt naar wat er werkelijk gebeurt, dan zijn er acties, je doet dingen, je hebt conversaties met mensen, je bent op jezelf, dan ben je weer samen met anderen. En daar gebeurt van alles, er gebeurt altijd van alles. Je hebt gedachtes, je hebt wensen, je doet dingen, je wisselt iets uit, je gebruikt je handen, je praat, je beweegt, je lichaamstaal, maar ook daadwerkelijk je beweegt in de ruimte, in je huis of op straat of in relatie tot anderen, je fysiek contact hebt met elkaar. Nou, dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt ook altijd. En waar komt dan dat idee van falen? Waar komt dat vandaan? Nou, stel jezelf die vraag. Waar komt dat idee vandaan? Dat ik faal. Waar faal ik dan in? Nee, we gaan even een stapje terug. Waar komt het idee vandaan dat je faalt? Probeer dat na te gaan voor jezelf, want dat kan heel behulpzaam zijn. Als je inzicht krijgt in de reden waarom je bepaalde ideeën hebt, dan kun je die ideeën ook gaan veranderen. Bij mij was het zo dat ik voelde dat ik faalde omdat ik het idee had dat ik iets moest bereiken. En het in de wereld, zeg maar, in de wereld out there. En dat heb ik eigenlijk nooit echt bereikt. En er was een moment dat ik voelde van ik heb gefaald. En waar komt dat gevoel vandaan? Je kan zeggen, ja, dat is een soort collectief idee. Dat is een soort van idee wat we meekrijgen in deze wereld. Dat je succesvol moet zijn. En dat je iets bereikt moet hebben. Maar dat is natuurlijk maar heel relatief. Wat betekent dat dan? En wat betekent het voor jou? Maar ik denk ook dat in mijn geval, dat ik het gevoel had dat ik faalde, dat dat ook absoluut kwam van hoe ik ben opgegroeid. Niet dat er nou een hele hoge verwachting was. Maar wel denk ik toch dat mijn vader bepaalde verwachtingen van mij had. Met name mijn vader dan. En dat is me eigenlijk nooit gelukt.
Alleen, ik ben het op een gegeven moment, na die ervaring dat ik voelde dat ik faalde of dat ik gefaald had, ben ik gaan zien en gaan inzien dat het gewoon een ervaring was. Of het waren heel veel ervaringen. En die ervaringen waren reuze waardevol, zeer, zeer waardevol in een periode in mijn leven waar ik ontzettend veel heb uitgeprobeerd en geleerd. Uitgewisseld, verbinding heb gelegd met anderen. Ontzettend, echt een groot speelveld aan allerlei uitprobeersels. En sommige daarvan waren wel degelijk ook succesvol. Waaronder het starten van een restaurant. Dat heb ik toch helemaal van scratch opgezet. Zonder de nodige ervaring ben ik dat gaan doen met mijn toenmalige partner. Ik heb mensen geholpen met healing en massage. Nou, dat was vaak met grote resultaten, met hele goede effecten. Dat zijn misschien maar een paar mensen, maar weet je, het gaat uiteindelijk om de verrijking van een ervaring die je maakt. Hoe jij betrokken bent in je leven, bij de dingen die je doet. Het maakt niet uit wat je doet. En daar is eigenlijk dan geen ruimte voor falen, want je maakt ervaringen. En die ervaringen zijn altijd waardevol. Ook al zit het tegen, of is het soms moeilijk, en weet je, zie je het niet meer hoe het verder gaat. En dan loop je vast voor je gevoel. Ook daarvan leer je weer. Dus falen is super relatief en het is heel erg goed voor jezelf om af en toe daar even van dat idee afstand te nemen en dan te voelen van, ja weet je, het is gewoon wat het is. Ik doe wat ik kan, ik neem mijn expertise, mijn talenten mee en tegelijkertijd, ja, moeten we maar kijken wat er verder van komt, toch? Zo, als je zo in het leven kunt staan, dan zijn er heel veel mogelijkheden en dan kun je daar heel veel van groeien en jezelf ontwikkelen. En de kwaliteit van je leven ook verbeteren en veranderen, ook naar jouw werkelijke behoeften. Dus dit is gewoon heel erg interessant voor jezelf om te onderzoeken waar jij jezelf eigenlijk beperkt in je ideeën over zoiets als bijvoorbeeld falen.